Ik ben Pauline de Hek. Ik ben verantwoordelijk voor marketing en communicatie bij Loyens & Loef. En ik geef leiding aan een team van 9 mensen. Marketing, communicatie, waaronder events, corporate communicatie en PR en online marketing. Mijn grootste uitdaging, net als die van alle andere marketeers, denk ik, is om de cliënt voorop te stellen. Dat geldt binnen onze organisatie in extreme mate. Dat alles wat we voor de cliënt doen, dat daar kwaliteit, consistentie in zit. En ook dat alles actueel is. Ik ben heel trots op ons social business project. Dat hebben we gebruikt om mensen in staat te stellen om snel zelf te communiceren met de cliënten. Van de oudsher was onze afdeling natuurlijk verantwoordelijk voor veel communicatie. Maar in de huidige tijd en met huidige technologie is het nodig dat mensen snel zelf kunnen communiceren en actuele content snel zelf kunnen verspreiden. Dus we hebben daar heel veel training voor ingezet, middelen aangereikt, guidelines opgesteld. En eigenlijk iedereen die onze organisatie nu binnenkomt, krijgt direct een training hoe ze deze middelen kunnen inzetten. En dan heb ik het over Twitter en LinkedIn, niet alleen om te zenden, maar vooral ook om te luisteren naar wat cliënten bezighoudt en hoe wij hen het beste dienst kunnen verlenen. Ja, het geeft denk ik een hele natuurlijke wrijving. Daar waar mensen normaal gesproken bij onze afdeling vooral kwamen omdat wij dingen voor hen gingen doen, adviseren we nu. En dat is onwennig, omdat mensen soms gewoon willen dat we iets voor ze doen. Ik denk uiteindelijk dat deze wrijving op den duur glans geeft, omdat mensen zullen gaan zien dat als ze zelf de dialoog met cliënten aangaan, het hen beter in staat stelt om hun kennis en expertise over de bühne te krijgen. En die plek kunnen wij als afdeling nooit voor mensen innemen. Zij zijn degene die de kennis en kunde beheren en zij kunnen dat het beste overbrengen en op de meest natuurlijke en authentieke manier. Mijn droom is dat we marketing automation efficiënt inzetten. Dat wil zeggen dat we er niet in doorslaan, want ik denk dat communicatie altijd persoonlijk moet zijn, op maat. Maar als je veel van het standaardwerk kunt wegnemen, blijft er meer tijd over voor goed advies. Waardoor de op maat acties beter worden en beter worden ontvangen. En mijn droom is dat we met de afdeling, maar ook met de organisatie, de discipline gaan vasthouden die nodig is om cliënten on-time de juiste informatie te geven met de juiste tone of voice. En ik denk dat dat een grote uitdaging is, maar dat is een kwestie van hard werken. Ik vind het belangrijk dat je jezelf continu blijft bijspijkeren. Het gaat zo snel op dit moment, niet alleen de technologie, maar gewoon alle ontwikkelingen in het vak. Dat ik denk, vooral ook voor jonge mensen is het belangrijk om niet te denken van ik ben aan het werk en ik ben heel druk. De day-to-day operation vergt altijd heel veel van mensen, dat realiseer ik me ook goed. Maar dat je jezelf blijft bijspijkeren, dat je tijd vrijmaakt om artikelen te lezen, dat je ze deelt met vakgenoten en dat je op de hoogte blijft van wat speelt. Thank you.